Nou Bas, eindoordeel. Goeiedag hem. Goeiedag. Goeiedag. Dit is Bierproef. Waarin Tim en Bas verschillende speciaal bieren voor jou op de proef neemt. Zodat jij te weten komt wat de lekkere speciaal bieren zijn. Ja Tim, daar zitten we dan. In een mooie piepelwagen. In een piepelwagen. In een keet zoals ze dat noemen. Ja precies ja. En in een keet wordt veel pils gedronken. Er wordt veel pils gedronken, maar ik denk dat daar na deze aflevering wel eens wat speciaal bier gedronken kan worden hier. Dat is wel ons doel. Jongens, ik en de biertjes. Waar het om gaat. Kijk eens. Ik zal er eentje naar de camera zetten. Het is een super Cadex. Volgens mij komt het uit Antwerpen. Ik zie het. Brouwerij uit Antwerpen. Vlakbij het Masmuseum. Ja, precies. Een bekend museum. Ja. Dit bier is eigenlijk, of de brouwerij is ontstaan door crowdfunding. Okay. Dus ze hebben geld ingezameld en op die manier hebben ze de brouwerij kunnen ontwikkelen. Net een beetje als deze keet tot stand is gekomen. De arme studenten samelen geld in. Okay. Ja, nou, zo zou je het kunnen zien. Ja toch? TV'tje hier, TV'tje daar, was anders niet gebeurd. En het is een bier van lage gisting. Lage gisting, En er zit een alcoholpercentage in van 5,6. Dus dat is net iets meer dan een normale pils. Ja, ongeveer hetzelfde wel, denk ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. Ja, Belgisch bier dus. Bier kleurt mooi bij het glas. Ja, zeg dat dus. Tim, als ik weinig heb geplast, krijg ik aan het eind van de dag zo'n kleurtje. Het is iets troebeler, naar mijn idee. Iets troebeler, ja. Zullen we eens even kijken waar het naar ruikt? Ja. Oeh. Ja, het ruikt heel erg naar veel kruiden. Ja, heel erg moeilijk plaatsen wat het is. Wat ik precies ruik. Nou ja, er staat wel op een flesje dat ze uit 3 verschillende continenten hop gebruiken. Dus er zitten 3 verschillende soorten hop in. Dus dat is waarschijnlijk wat je ruikt. Ik denk dat we maar gewoon even moeten gaan proeven. Ja, ik kan ook niet wachten, Tim. Want deze keet wil je toch drinken, hè? Nou, daar is het ook voor. Kom, we gaan proosten. We gaan proosten. Proost. Proost, pik. Ja, je proeft de hop. Hij is erg hoppig. Het is heel erg kruidig. Maar het is niet ontzettend sterk. Hij heeft ook wel iets lichts. Hmm. Er komt ook een frissige smaak doorheen aan het eind. Ja, dat is wel lekker. Dat is een goede combinatie. Dus het kruidige, maar toch dat frisse er tussendoor. Ja, zeker. Ah, lekker bier. Ja. Hmm. Proef jij er nou ook iets Belgisch in? Ja, dat smaakt wel naar een Vlaming, ja. Dat zag je ook zo uit de duim, of niet? Maar wat is volgens jou een echt Belgisch kenmerk dan? Dat kan ik je niet vertellen. Nee, precies. Maar dat is vooral op gevoel. Hè? Ik ben een gevoelsmens. Ja, heel goed. En dat komt niet in mijn gevoel naar boven. Mm-hmm. Maar verder is het wel een prima biertje. Erg hoppig, kruidig. Het is een beetje bitter ook. Ja. Zeker niet zoet. Hij hangt veel meer naar bitter dan naar zoet. Maar ik vind hem wel bij deze man passen. Ja, bij deze. Okay, het is een soort superman. Het is een superman. Het is een soort Lulo van GTSD. Het is gewoon echt een nationale held van België, zeg maar. Van Antwerpen, denk ik. En ik vind ook een beetje, het bier vind ik daar wel een beetje na smaken. Nou, zo'n echte mannelijkheid. Zullen we de afdronk doen? Bas, de afdronk. De afdronk. Proost. Proost, Pik. Dat kruidige blijft wel echt hangen. Maar een beetje. Na enkele seconden komt er wel meer frissigheid in de afdronk, merk ik. Ja. Het blijft niet bitter. Het blijft niet hoppig, bedoel ik. Nee, het is toch die combinatie die een beetje in je keel achterblijft. Maar wel lekker. Het is niet een hele per se overheersende smaak die constant achterblijft. Nee. Nou Bas, eindoordeel. Goeiedag hem. Goeiedag. Goeiedag. Eindoordeel, wat geeft het? Ik kom uit op een 6,5. 6,5, oké. Ja, ik vind het een prima biertje. Niet heel bijzonder. Ik vind hem minder dan vorige aflevering. Ja, nou, ik geef hem een 7. Ik vind het gewoon een lekker doordrinkbaar biertje. Maar inderdaad wat je zegt, hij is niet heel bijzonder. Hij is gewoon lekker, maar niet ontzettend speciaal. Nee. Dus daarom geef ik hem een 7. Dan krijgen we wat beelden. Op een 6,8, hè? 6,8. Juist, ik pak een bord erbij. Dan gaan we hem erbij doen. Kijk eens, daar is hij. Dat kan niet alweer. We doen hem mooi naast. Goh, wat gaat het alweer 6,8, nou een mooi 6,8. Prima cijfer. Een mooi Belgisch biertje. Juist. Vergeet niet te liken, subscriben. Vergeet het ook niet te delen. Ook niet in België. En dan komen we achter de juiste naam van het bier. Hoe je het nou uitspreekt. Super Cadex. Het kan van alles wezen.
Vergeet ook niet het gouden belletje, dan krijg je melding van de nieuwe aflevering die online komt. Heb jij nog iets toe te voegen, Tim? Nou, dan kan ik nog maar één ding toevoegen en dat is tot de volgende bierproef. Yes, tot kiekers!